is 31 jaar geleden geboren in Zagreb. In 1979 kwam ze met haar moeder en haar zusje naar Nederland. Ze werd gevraagd om een rol in de film Flodder te spelen, nadat haar foto op de cover van Panorama was verschenen. Vandaag is ze in Telelens de gast van Han van der Meer. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag en welkom bij Telelens, een programma dat bijzondere mensen dichter bij ons brengt. Mensen die hun wortels in het buitenland hebben. En mijn gast van vanmiddag is de actrice Tatjana Simic. En ik ben zo blij dat je kon komen, want ze zit midden in de repetities van Flodder, de televisieserie. Klopt. Ja. Nou ja, opnames eigenlijk. Opnames al, ja. 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 En zitten ze er al bijna op of niet? We zijn tot ongeveer half december nog bezig. Maar ik heb een leuk nieuwtje en dat is dat er ook een nieuwe speelfilm gemaakt wordt. Flodder dan, de laatste deel. Maar daar mag ik niet te veel over zeggen, behalve dat hij eraan komt. Hij komt eraan. En dat is een extraatje, dat is ineens zo gekomen en daar zijn we nu druk mee bezig. Perfect. Goed. Nou, dat vind ik om te beginnen een leuk verhaal. Dat sexy imago van jou springt ogenblikkelijk naar voren als ik tegen mensen zeg, Tatjana. Ja. Heb je daar vrede mee? Jawel, zeker. Ik heb het zelf in al die jaren gewoon in de hand gewerkt. Ik weet dat ik daar zelf bewust mee bezig ben. En ik verdedig dat ook niet meer. Ik hou er nu gewoon mee op om me steeds te verdedigen en om uit te leggen waarom en hoe je me wel of niet moet zien. Ik denk dat in de 7 jaar tijd mensen toch ook gaan beseffen dat je een normaal mens bent. Dus ik heb tevreden mee met alles wat ze denken. Dat is ieder zijn mening en het is toch prima zo. Hmm. We gaan kijken naar een videoclip die we gemaakt hebben van Tatjana. Oeps. Jouw hele carrière werd ingezet bij Flodder en het dendert dus nog door op Flodder. Ja. En is allemaal begonnen met die foto op de cover van Panorama. Hè? Ja, min of meer, ja. Ja. Je kwam er binnen bij de cast van Full Profs waren dat allemaal. Ja. En jij was een meisje dat nog geen 3 zinnen op het toneel achter elkaar gezegd had. Ja, inderdaad. Ik was heel verlegen. En absoluut onzeker en geen vertrouwen in mezelf. Ik dacht ook dat ze me steeds uit zaten te lachen met de auditie. Omdat ik zelf dacht, jezus, alles wat ik nu doe is gewoon belachelijk. En één ding heb ik onthouden. Mevrouw die de casting deed doorna, die zei, dankjewel Tatjana. En nou, tot ziens hè. En toen zei mijn vriendje tegen mij, ze zei tegen jou tot ziens, tegen die andere meisjes niet. En ik dacht, ja, maar ja goed, dat is, ja, dat zou wel zomaar. Maar hij bedoelde te zeggen, volgens mij bedoelt ze dat ze jou terugziet. Ja. Maar ja, als je zelf zo onzeker bent, dan geloof je niets. Totdat week later telefoontje ging en ze zeiden, nou, we zouden zo graag willen dat je nog een keer de screentest doet met Huub Stapel dan. Nou, toen kreeg ik helemaal de zenuwen. Ja, dat is inderdaad een professional. Dus ja, en toen voelde ik me helemaal verlegen en ik heb dat geprobeerd op mijn eigen manier neer te zetten. En uiteindelijk ben ik het geworden waar ik erg gelukkig mee was. Ja. Was het een moeilijke scène die je toen moest doen? Dat was mijn beroemde, beruchte scène van de garage met de buurman Neutenboom. Ik weet het, dat blijft een achtervolgen, maar ik moet er zelf ook om lachen. Ja. Het was ontzettend grappig, maar toch ook wel een beetje raar natuurlijk dat er een vreemde man achter je staat.
en je bij de borsten pakt, terwijl je zoiets van, jeetje, ja, wat gebeurt daarachter eigenlijk? Ja, was heel moeilijk. Ja. Doe je niet zomaar. Nee, nee, toch niet. Hij is ook wereldberoemd geworden, ja, die scène. Laten we ernaar gaan kijken. Och, nee. Ach ja. Jeetje, alsof ik het wist. Hallo. Oh. Goedemiddag. Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, gaan we eens kennis maken. Oh, nou, dat is heel vriendelijk. Voor een vrouw? Ja. Lekker. Hoe heet jij eigenlijk? Kees, net als mijn broer. Je lijkt anders niet op je broer. Gelukkig niet. Mooie wagen. Het is een CX-25 GTI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit. Wat weet u dat allemaal goed? Ik zit in de autobranche. Oh ja. Buurman, wat doet u nu? Maar buurman, wat doet u nu? Ja, die buurman, die wist het wel. Het zijn gevleugelde woorden geworden. Jeetje, hij wist wel heel goed wat hij deed. Ja, ja. Ja. We zijn bezig filmen bij toen je bezig was, ja, van de week bij... toen we in de kou moesten staan. In Almere in de kou. Laten we kijken naar een stukje van die reportage. Wat is het verschil tussen de televisieserie en de film, Vlodder? De televisieserie is gewoon... Het is leuk om te doen, maar een speelfilm is veel spectaculairder. Dat kost veel meer geld. Er worden veel meer stunts gedaan. Dat mag allemaal wat kosten. Want in de bioscoop mag je niet achterblijven. Dus alles wat tegenwoordig vertoond wordt, dat is allemaal actie, stunts, sensatie. En dat is het verschil. Komt er nog een Vlodder 3 film uit? Mag ik niet zeggen, volgens mij. Ik weet van niks. Nou, nu weten we dus. Ik kan ook geen geheimpje bewaren, schat. Nee, nou, daar deed je in ieder geval je best nog. Nee, maar nu mag het. Ja. Ik heb het goed nagevraagd, ja, dus. Hoe lang, wanneer wordt die uitgezonden, de televisieserie? De televisieserie wordt dit seizoen nog uitgezonden. En dan 13 delen nog volgend jaar. En de film zal waarschijnlijk rond juni, juli, ik weet het niet precies, maar in de zomertijd waarschijnlijk in de bioscoop komen. Ja, in 95? Ja. Oh. Heel snel eigenlijk. Ja. Ja. Moet je ervoor naar het buitenland voor die Vlodder? Nee. Nee, alles in Nederland. Allemaal lekker Nederlands, een beetje meer... Vlodder in de polder. Ja, Vlodder in de polder, ja. Goed. We hebben daar ook onze mensen gevraagd aan jouw collega's wat ze van jou vonden. Oh. Gaan we nu ook naar kijken. Oh jee. Ja, zet je schrap. Hoe is het om met Tatjana samen te werken? Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ontzettend leuke meid. Is ze geëvolueerd in de tijd? Nou, ik moet zeggen, ik heb absoluut bewondering voor haar. Wat ze dus de laatste jaren allemaal doet. En hoeveel steviger ze in de schoenen staat. Is echt heel goed geworden. Waar blijkt dat verschil dan uit? Dat ze veel zekerder optreedt. Dat is ook logisch, maar het is ook leuk dat het echt gebeurt. Ja, het is een schat. Ze is echt een professional. Ze kan ongelooflijk hard werken op verschillende terreinen. Ze werkt dus gewoon, ze heeft een eigen toko waarbinnen ze als model en als zangeres en als show personality, dus de eigen boontjes dopt. Daar heb ik natuurlijk niet zoveel kijk op, behalve dat ik weet dat daar veel omgaat. Maar daarnaast zit ze dus veel op de set. En is ze er altijd als ze er moet zijn en doet ze altijd wat ze moet doen. En ik hoor haar zelden of nooit klagen. Dat doe ik zelf eigenlijk ook niet. Dus we kunnen het erg vinden samen. Denkt u dat Tatjana nog van het Kees-imago zal afkomen? Ja, denk ik wel. Tuurlijk. Zodra ze weer eens wat anders gaat doen. Ik denk dat het tegenwoordig niet zo
ontzettend belangrijk meer is. Omdat er zo ontzettend veel series zijn. En je blijft niet zo lang meer aan zo'n image zitten. Nu moet ik weer komen, want we gaan weer draaien. Oh ja, nog even snel. Wat vindt u van hoe is het om met Tatjana samen te werken? Oh, dat is geweldig, geweldige meid. Maar u hoort nog van mij. Dag. Op een gegeven ogenblik ben je gestapt, het was je 19 denk ik, hè, naar Theo Verheij. Ja. En toen heb je, en daar wilde ik je deze foto van laten zien. Ja, oh lief. Nou, die is toch lief. Ja, waanzinnig. Dat is Theo. En ik moet zeggen, toen ik Theo net zag zitten, kreeg ik even heel erg benauwd en moeilijk. Want ik moest eigenlijk huilen voordat ik opkwam. Want ja, dan word ik heel emotioneel, want Theo is een waanzinnige lieve man. En Theo ben ik ook nooit vergeten, want Theo heeft voor mij en twee vriendinnetjes van mij heel veel gedaan zonder dat we echt moesten betalen. Gewoon als vriend, omdat hij wist dat we geen geld hadden en je moet ergens beginnen. En Theo heeft een paar foto's van ons geschoten, zei hij, oké, dat is jullie portfolio, hiermee kun je op pad. Ja, hij zit nu ook te blozen, zie ik. Ja, het is een waanzinnige lieve man die nooit veranderd is ook. Ja. En ik waardeer hem gewoon enorm en ik hou van mensen die lekker zichzelf zijn. Hoe kwamen ze bij jou terecht, Theo? Het was overal afgewezen, omdat ze te klein was. Ze hadden een litteken in het gezicht van een auto-ongeluk. Maar ik zei tegen de meid, als jij je make-up op doet en je doet dat goed, dan kunnen we eens kijken wat het wordt. En het is wat geworden. En we hebben toen een paar hele mooie platen van haar geschoten. Ja. En daarmee is ze toen op pad gegaan. Ja. Maar heel belangrijk is dat Theo begrip had dat wij geen geld hadden. En wie zou dat zomaar voor niets doen? En hij zei, meisjes, hier heb je computerlijst met alle fotografen, modellenbureaus, reclamebureaus. Dat gaf hij aan ons en hij zei, mocht je ooit een keertje wat verdienen van de opdracht, kijk dan wat je terug kan betalen, maar het hoeft nu niet. Ja. En anders kun je niet beginnen, dan is het moeilijk. Sympathiek. Absoluut. Dank je wel. Dat vergeet je nooit. Ja. Theo, Tatjana, je hebt die zeg maar wat komische sexy rol gaat tot nog toe. En zou je nooit de behoefte hebben om iets anders te willen spelen? Ja. Dat jawel. Heb je, ja, dat wel, maar ik weet sowieso niet of ik het kan. En ik heb nooit casting gedaan voor een andere rol, omdat ik altijd onzeker ben over mijn kunnen. En dat ik denk, ja, ik ben een vrolijk typetje, dus dat zal me waarschijnlijk te moeilijk afgaan. Ja. Je weet het gewoon niet als je het nooit doet. Ja. We hebben haar voorgesteld een monoloog te spelen. En dat heeft ze gedaan onder leiding van Kees Brussen. En we gaan zo direct naar het resultaat kijken. Het is een vrouw die voor een toilettafel zit, 's morgens zich opmaakt, bezig is met opmaken. Op de achtergrond is haar man bezig zich ook aan te kleden. En dan krijg je het volgende te horen. Zo. Ik voel me altijd pas aangekleed als ik die lijntjes heb getrokken. Ik zou de straat niet op durven zonder mijn ogen op te maken. Ja, mijn mond hoef ik niet op te maken, maar mijn ogen. Mannen hebben dat niet. Jullie hoeven niet iedere ochtend lijntjes te trekken. Nou ja, nog niet tenminste. Volgende generatie mannen misschien wel. Want ik heb in Elle gelezen dat cosmetica voor mannen in Amerika al heel gewoon is. Ik zie het al voor me. Jij met je make-up tafeltje. Je ogen opmaken. Nee, volgende generatie misschien wel. Volgende generatie. Hij had jouw ogen. Dan zou hij zwarte lijntjes, misschien bruine, moeten trekken. God, Hans. Het was toch ook zo'n mooi jongetje. Kuiltje in zijn kin en zijn knietjes. Je kon ook alles aantrekken. Het stond hem allemaal. Hij was ook zo sterk. 3 jaar oud en de wereld ligt aan je voeten. Jezus, Hans. Hij kon ook al fietsen als de beste. Hij kon al fietsen met zijn handjes los van het stuur. En dan zat hij daar op zijn driewieletje en dan riep hij, kijk mama! Denk ik. Had ik dan naar me gekeken? Gekeken? Want jij kon het niet, jij was altijd naar je werk. Jij
Jij zag hem meer met zijn ogen dicht dan open, godverdomme! Ja. Wat als je erover nadenkt? Was jij toch de eerste die hem zag met zijn ogen dicht? En de laatste? Het waren de eerste en de laatste beelden. Toen hij geboren werd en toen hij doodging. Toen hij aan de buik kwam. Was jij de eerste die hem zag met zijn ogen dicht? En toen hij in zijn kistje lag. Was jij de laatste die hem zo zag? Toen had hij ook zijn oogjes dicht. Ja. Ja. Theatraal. Mama, zelfs op zaterdagochtend was je er niet. Je had bij je moeten zijn, bij ons. En had jij hem vast kunnen houden toen ik die boodschappen moest inladen. Lul die je bent. Ja. Nu ben je er wel. Iedere zaterdagochtend. Ineens heeft Hans alle tijd voor zijn gezinnetje. Zijn gezinnetje. Voor zijn vrouw met doorgelopen mascara die niet meer hoort te huilen na 2 jaar vinden ze. Nou, mij zien ze niet huilen. Niemand ziet mij. Alleen hij. Alleen dat mannetje. Ja, waarom zou ik het niet mogen zeggen? Ik heb het nog nooit tegen niemand gezegd. Alleen tegen hem. Tegen Jeroentje. Tegen hem heb ik het zo vaak verteld. Zo vaak verteld. Dag Jeroentje. Jeroentje, even weg. En dan weer terug. Hans? Hans? Hans, ga toch niet weg, alsjeblieft. Niet weglopen. Een van de moeilijkste dingen om te doen natuurlijk, want in dat hele kleine stukje zit zo'n soort van babbelkont aan het begin, die de lippen en de ogen zit op te maken en dan trek je daarvan naar wat humoristisch over dat en dan hup. Ja, het is natuurlijk heel dramatisch, want dat vrouwtje loopt al 2 jaar met de frustratie en verdriet, ondanks alle therapie en alles, kan ze dat niet zomaar vergeten en ze weet dat ze het inderdaad weer doet. En ze probeert dan toch een beetje lacherig over te komen van, ach ja, een beetje afleiden. Maar het komt er toch weer wel uit. En die man weet natuurlijk, die heeft dat al vaker gehoord. Ja. En Kees Bruce heeft me zo enorm geholpen. Zonder hem had ik het niet gekund. Ik weet dat hij heeft me heel goed gecoacht. Hij heeft me techniek geleerd. Dit moest natuurlijk even snel. En ik bedoel, het is voor mij heel nieuw. En ik ben niet objectief. Maar ik weet dat ik zonder Kees dit niet had kunnen doen. Ja, maar jij hebt het gedaan. Ja. Ik ben hem erg dankbaar, moet ik zeggen. De prestatie is van jou. Je komt uit het buitenland. Ja. Je bent geboren in Zagreb. Ja. En jullie zijn Kroaten van huis uit, hè? Ja. Heb je een foto? Ik was picknicken met mijn vader erbij. In een park? Ja, ergens, dat weet in ik Zagreb niet precies meer. Nee. Ja, dat is weer die berg volgens mij bij Zagreb. Ja. En ja, goed, wat ik al altijd zeg, wij hebben niet zoveel geld gehad. Dus echt veel kon je niet doen, behalve af en toe een beetje door de straten heen lopen, winkeltjes kijken. Kijken, niet kopen zou je zeggen, maar zo was het ook echt. Ja. Of gewoon lekker picknicken en toch met z'n viertjes naar de zin hebben. Ja, ja. Dat was jullie gezin ook, hè? Ja. Vader, moeder en ja. 2 dochtertjes. Ja. En wat deed je vader voor werk? Mijn vader deed van alles en nog wat. Die was begonnen als politieagent. En hij eindigde als een financiële directeur van het bedrijf waar die werkte. Mm-hmm. En je moeder werkte? Die werkte ook in hetzelfde bedrijf als eerst als secretaresse, als boekhoudster. Allemaal administratief werk. Ja. Volgende foto. De bovenste ben jij met je zusje, hè? Aan het leren, ja. Ja. Toen ik... lagere school? Ja, was lagere school net, ja. En aan de schoolklas. Ja. En dat onderste is, dat is bij de school. Ja, onderste was de middelbare school, vertelde je moeder. Ja, klopt.
Wat voor middelbare school zat je? Nou, ik zat in een wiskunde gymnasium was dat. Gymnasium, ja. Beta-afdeling, ja, wiskunde. Ja, wiskunde. Dan zou je dus na die gymnasium ga je verder faculteit doen en dan ben je professor wiskunde. Dan zou je dus op school les kunnen geven of wat dan ook. En mijn vriendinnetjes zijn dat ook geworden. Ja, tot... Ah ja. En ik was gewoon op mijn 16e heb ik die school verlaten omdat ik naar Nederland ben gegaan. Ja. Dus heb ik nooit afgemaakt. Nee. Dus geen professor. Op een gegeven ogenblik ging je moeder naar Nederland toe? Ja. Alleen? Alleen. Ja. Kun je vertellen waarom? Ja, eigenlijk om geld te verdienen. Want eerst zou mijn vader gaan. En omdat hij was heel streng. Wij hadden nooit verwacht dat hij tegen mijn moeder zou zeggen... Branka, ga jij maar. Want jij bent de vrouw, jij zou iets meer uitsparen dan ik. Ik zou waarschijnlijk iedere avond uit gaan eten. En ja, dat werkt niet. Terwijl wij echt dachten, hoe bestaat dat? De man was zo jaloers en zo bezitterig. Hoe bestond het dat hij mijn moeder ineens naar buitenland liet gaan? Terwijl, zolang ze bij hem was, was hij al zo jaloers. Als ze naar iemand lachte, dan kreeg ze thuis gewoon klappen. En wij ook. Dus dat was onbegrijpelijk dat dat ineens kon. Ja. Maar mijn moeder greep de kans en mijn moeder dacht... Als ik dit ga doen, dan wil ik zo snel mogelijk mijn dochters naar mij toe trekken. En ja, dat is dus na een jaar gebeurd. De verhouding tussen je vader en moeder was niet goed? Nee. Je hebt geen gelukkige jeugd gehad? Nou, nee, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het alleen ongelukkig was. Maar hij kon behoorlijk vreemd en hard uit de hoek komen. Oefen. Hij dronk veel en ja, als hij dan dronk, sloeg hij. En was hij heel jaloers en bezitterig en ik ken dat. Maar godzijdank, ik heb hem allemaal vergeven en ik heb er geen moeite meer mee. Ik heb er ook geen trauma gelukkig aan overgehouden. Maar ik ben zelf wel daardoor heel hard geworden. Dat ik tegen mezelf altijd gezegd heb, ik wil nooit, maar dan ook nooit man hebben zoals mijn vader was. Maar zeg nooit, nooit, je weet nooit wat je overkomt in het leven. Ja. Maar alleen ik pas daarvoor. Ja. Ik kies, denk ik, toch hele lieve mensen uit. Ze moeten wel karakter hebben en absoluut weten wat ze willen. Maar ze mogen niet slaan. Ja. Dat accepteer ik niet. Ja. Ik vind het zo raar. Hij bleef dus met die twee dochtertjes achter. Ja. Jullie waren toen wat, 15, 14, 15? Ja, 15 jaar. En wij hebben jaarlang met mijn vader in Zagreb gewoond. En op een gegeven moment vielen de... Hele harde klappen en hij gooide een mes naar mijn zusje, die gelukkig mijn zus niet geraakt heeft, maar gewoon ja, verder ging. Maar ja, toen belden wij onze moeder dus, mijn moeder wou ik zeggen. En toen hebben we huilend aan de telefoon uitgelegd wat er aan de hand was, want mijn vader was ondertussen naar het cafeetje beneden gegaan. En mijn moeder dacht op dat moment waarschijnlijk zo, en nu is that's the limit. Zij had zoiets van, ik wil jullie graag bij me hebben, want dit loopt uit de hand. Je bent geen baby meer, dus je wordt opstandig. Je denkt gewoon... Als hij nog iets doet, dan doen we wat terug. Ja. Je laat niet meer slaan. Je denkt, ik ben het. Het is mijn lichaam en je mag dit niet doen. Ja. Omdat je niet meer zo'n klein meisje bent, denk je zo, nu ga ik me verdedigen. Nou, en zo is het een beetje gelopen dat mijn vader uiteindelijk toegestemd heeft. En die had gezegd, nou, gaan jullie maar. Maar waarschijnlijk dacht hij, dan kom ik daarna ook wel. Maar ja, wij dachten, doei. Lekker niet, lekker puh. Ja. En wij waren heel gelukkig met z'n drietjes in Rotterdam. Ik denk dat het ontzettend zwaar moet geweest zijn voor je moeder. Absoluut. Ja. Hij is overleden, je vader. Hij is overleden, ja. En, het was ongeveer 3 jaar geleden nu. Maar ik heb er erg spijt van gehad dat ik hem nooit meer opgezocht heb. Terwijl ik dat wel gewild heb, maar nooit tijd. Nee, mañana, je kent het. Dus ik heb mijn lesje geleerd dat als je dingen wil doen, doe het alsjeblieft. Als je voelt dat je het moet doen. Want je krijgt altijd spijt van. En dit is niet terug te draaien. Hij is nu dood. Hij kan nooit meer uitleggen waarom hij zo was. En hij kan nooit meer zeggen dat Jana, ik hield van jou en jouw zusje en van je moeder. En het spijt me. Al had hij dat alleen maar gezegd. Maar ja, nu heb ik de kans niet meer om dat te horen. Een moeder met twee dochters in Nederland. Zij een gastarbeider in feite werken. Gingen jullie nog naar school? Nee, wij gingen niet meer naar school. We zijn begonnen te werken in een hotel in Rotterdam. Als werkmeisjes, dus schoonmaken en bedden opmaken. Ik moest dus, ik ben begonnen met keukenwerk, borden afwassen en stofzuigen en zo. En daarna ben ik terechtgekomen op een bedrijf bij mijn moeder dus, als koffiejuffrouwtje. Een beetje hier en daar poetsen. En toen bij een export-importbedrijf, omdat er een meisje wegviel. En ik sprak de Joegoslavische taal, dus ik kon invallen. Ook met Engelse kennis en een klein beetje Nederlands wat ik al leerde. En daarna ben ik terechtgekomen bij sportrecreatie in Rotterdam. Dat was dan voor een jaar. En daar heb ik leren schrijven en toch ook een beetje beter leren praten. Dat heeft me enorm geholpen. Ja. We gaan het straks hebben over het voormalige Joegoslavië. Ja.
En misschien is het goed om nu de groep zangers te introduceren die onder de naam Kevin Village and Friends hier zullen optreden en een nummer ten gehoor brengen dat heet Peace on Earth. Daar gaan we nu naar luisteren. There's the soldiers marching off to war. So run away or battles fought before. We'll learn that fighting's not a game. Their lives will never be the same. And for those that will be left behind, with all those questions burning up their minds, we're not the ones without a choice. Let's stand up now and raise our voice. So let us sing for peace on earth, and let us work for peace on earth. We shall strive for peace on earth together, side by side. Now let our voices all unite for that. There's not much difference for the dead. Instead of working hand in hand, war bombs and shells are dropped on fellow men. The price is much too high to pay. We believe there must be better ways. So let us sing for peace on earth. Vrede, vrede op aarde. Geen vrede in jouw geboorteland. Nee. Jullie zijn Kroaten. Ja. In Zagreb woont alles door elkaar. Had je in jouw jeugd nu, was je je bewust dat de een Servië was en de ander Kroaten? Nee. Nee, ik tenminste niet als kind. Ik weet dat het communistisch systeem was. Ik weet dat het, ik weet nu natuurlijk wel meer dan toen. Maar mijn god, als je een kind bent, sta je daar niet bij stil hoor. Nee. Nu nog kinderen, niet, want kinderen nu staan er wel bij stil natuurlijk. Ja, maar ik merk überhaupt dat kinderen tegenwoordig heel anders opgroeien. Ze zijn ook heel vroeg al, heel bij de hand, heel intelligent. Ze hebben natuurlijk televisie, radio, media. Dat is veel meer dan toen nog. Ja. En dat heeft enorm invloed op kinderen. Toch is er een oorlogssituatie, een grote gedeelte van het oude Joegoslavië natuurlijk. Ja. Ja. Een collega van me, George Mustert, die hebben we bij ons. George heeft vanaf het begin van de oorlog in Joegoslavië, is hij daar verschillende keren als verslaggever, filmend verslaggever naartoe geweest. George, kun jij je voorvallen herinneren van ontmoetingen met kinderen in die gebieden? En wat het voor jou betekende, wat je zag? Het meest opvallende in dat gebied met kinderen is eigenlijk dat ze niet opvallen. Ze zijn stil. Het is een grote mensenoorlog, het zijn grote mensenproblemen. En zij moeten ook stil zijn, hè, want de ouders hebben al genoeg aan hun hoofd. Althans, de moeder of de oma, want mannen zijn daar meestal niet bij. Die zijn of gevlucht, of dood, of gewond, of ergens aan het front. En die kinderen die hebben grote ogen en zitten in een hoekie en nemen dat in zich op, zoals kinderen dat natuurlijk doen. Het komt ergens binnen. Alleen het komt er niet uit op dat moment. Dat is eigenlijk het meest opvallende als het om kinderen gaat in dat gebied wat ik me kan herinneren. We hebben wat beelden van je gekregen die we nu kunnen laten zien. Waarop je inderdaad die stille kinderen ook ziet. Hè? Het zijn
wat je noteert, genoteerd hebt. Stille ja. kinderen. Het zijn stille kinderen, maar het zijn ook kinderen. Hè. De kinderen die hebben kennelijk toch ook het vermogen om plotseling in lachen uit te barsten. Ook al is de toestand nog zo erg. Maar een moment later dan voelen ze ook wel weer dat er geen eten is. Of dat hun moeder huilt of afwezig is of geen aandacht voor hun heeft. En dat, ja, dat wisselt zich voortdurend af. Hè? Dat plezier en dat stille lijden eigenlijk. Ja. Wanneer was je er voor het laatst, Sjors? Laatste keer was maart, april dit jaar. Toen in Bosnië. In ook het Servische deel daarvan. Banja Luka. De oorlog is betijd, zou je haast kunnen zeggen. Het heeft niet meer die heftige vormen die het gehad heeft. Maar het is nog steeds een oorlogssituatie. En er wordt nog her en der gevochten. Ook al is dat nieuws nu op de achtergrond geraakt door vooral Rwanda. En wordt het dan nu op de achtergrond door Cuba en Haiti. En ja. dat Joegoslavië hebben we nou zo vaak gehoord. En dat is een beetje op de achtergrond aan het raken. Ja. We hebben geluidsverbinding met Dick Verkijk. En Dick zit in Montenegro. Dick, de winter komt eraan weer. Hè? Ja. Kunnen de mensen zich er nu beter tegen wapenen dan de allereerste keer dat het hele land ontregeld was? Als je in Bosnië zit en als straks inderdaad het embargo tegen de moslims wordt opgeheven, dat wapenembargo, en de blauwhelmen gaan weg, dan zitten 1,5 miljoen mensen zijn dan aangewezen op eigen hulp. Die kunnen dan niet meer op de hulp van de Verenigde Naties rekenen, want die gaan daar weg. En dan is het voedsel wordt een ramp, want Bosnië ligt in centraal van Joegoslavië. In het centrum van Joegoslavië, daar kan het zeer koud wezen, echt harde winters. Bovendien, als we het alleen maar over Sarajevo hebben, zijn een paar essentiële onderdelen voor de toevoer van de elektriciteit naar die stad en van water en van gas. Dat is in handen van Servië. Ze kunnen ze zo afsluiten. Dat doen ze al verschillende keren. En in die situatie, met opheffen van het embargo, zal dat zeker gebeuren. Dus als dat zo gaat, dan wordt het een catastrofale situatie voor de mensen in Bosnië van de winter. En voor alle burgers die daarin zitten, in dat gebied, en de kinderen van die burgers, is dat rampzalig, Sjors? Ja. Ja, zoals in alle conflicten zijn die kinderen natuurlijk weer letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening. En die hebben geen mogelijkheden om zich te verzetten of om zich uit te spreken. Juist in een fase van het leven dat ze extra liefde nodig hebben, goed voedsel nodig hebben, geborgenheid, zijn zij het meest kwetsbaar. Dat is steeds weer het geval. Dank jullie wel, Sjors en Dick. Dat lot van je geboorteland trekt jou heel erg aan, natuurlijk, hè? Nou, ik denk niet mij alleen, maar als je een klein beetje mens bent, wat we allemaal zijn, dan ik denk dat iedereen het wat doet. En ik zit er vooral zelf altijd mee, inderdaad. Tegen die tijd dat het winter wordt, dan word ik er doodziek van. Ik zit al, gewoon einde van de zomer zit ik al te malen over. Ja, maar zometeen is het weer koud. En ik weet ook hoe koud het daar is. Het is daar niet zomaar of regen en wind, maar het is gewoon echt koud. Het vriest en het is diepe sneeuw. En ja, ik bedoel, zomers denk je nog van, ze kunnen in ieder geval zonder deken, zonder huis, het is triest genoeg. Maar 's winters weet je niet volgens mij waar je het zoeken moet. Ja. Twee jaar geleden, nou december 92, zat je in een special uitzending van Brandpunt. Hè? Ja. En daar vertelde je ook waarom je er zat. Ja. Gaan we nu naar kijken naar dat fragment. Mijn zusje Gordana is getrouwd met een Servische jongen. Ze hebben 2 zoontjes van 5 en 7 jaar. Sinds 1,5 jaar zijn ze verdwenen. En ik weet niet waar ze zijn. Ik weet niet of ze nog leven. Ze hebben in hun flatje alle spullen achtergelaten. En ik weet niet of ze vrijwillig vertrokken is of dat ze weggevoerd is. En of ze in Servische handen is. Ik weet niet wat er aan de hand is. En mag ze ooit nog haar eigen familie zien. Ik weet dat ze voor de oorlog heel gelukkig was met een Servische man. En zij is een Kroatische. Het ging allemaal goed. En misschien dat deze oorlog hun levens heeft verwoest. Ik weet het niet. Het maakt me in ieder geval gek. Ik ben dan een actrice en een zangeres. Bij al mijn optredens wil ik er mooi uitzien. Wil ik een vrolijke meisje zijn voor iedereen die dat van me verwacht. Ze merken niets aan me. Maar als ik thuis kom, ben ik bang. Dan komen de muren op me af. En ik vrees dat ik haar
dat deze oorlog nooit meer zal zien. Het is in ieder geval een hele onzinnige oorlog. Ja. Je was er kwijt, want je zusje was op een gegeven ogenblik vertrokken vanuit Nederland naar Kroatië om te trouwen. Ja. En daarna heb je er niet... Jawel, je hebt er gezien tot de oorlog. Tot de oorlog begon, ja. Ja. 3 jaar geleden. Ja. En dat begon zo. Wij dachten allemaal, denk ik, dat het binnen 2-3 maanden toch afgelopen zou zijn. Net als Golfoorlog. Maar dit had, denk ik, niemand verwacht. Nee. Je bent je zusje toen echt kwijtgeraakt. Ja. Maar je hebt er toen ook weer gevonden. Dat wil zeggen, je hebt telefonisch contact met haar gehad. Want er gebeurde iets heel eigenaardigs. Ja. VN-soldaten in. Was het Kroatië toen? Of? Ja, was in Kroatië. Ja. Ja. Maar... Die werden benaderd door een mevrouw die zegt, die vroeg aan die Nederlanders: ken jij Tatjana? Ja, ken ik Tatjana, riep hij. Natuurlijk ken ik die. Nou, laat ze het zelf maar vertellen, want ze zijn hier. René van der Gijn. Tatjana, ken je Tatjana? Dat was de vraag die jou gesteld werd. Ik werd er zo benaderd, ja. Nou, en dat klinkt, voor mij klinkt dat natuurlijk, ja. Ik bedoel, iedereen kent hem, maar ja, je kent het toch eigenlijk ook weer niet. Dus ik heb dat ook verteld. En toen hoorde ik dus van haar dat haar zusje vanuit Joegoslavië ook contact zocht met Tatjana. Maar omdat zij geen contact meer hadden. Ja, en het kwam dus ook van twee kanten dus. En op een gegeven moment heb ik mijn vader dus gebeld. In Zwolle? In Apeldoorn. In Apeldoorn. En ik heb dus gezegd van ja, god, ook een beetje een gekke bui, want je verwacht het ook niet. Ik heb gezegd, joh, bel Tatjana maar op. En zeg maar dat ik de zusje gelanceerd. Deze meneer van der Gijn? Dat heb ik gedaan, ja. Ja, ja, via, want ik had het telefoonnummer van Tatjana natuurlijk niet. Nee. En ik heb Leo de Haas gebeld en Leo de Haas heeft Johnny Kaagman weer gebeld. En een half uur later belde Tatjana mij op. Toen heb ik gezegd van ja, bel mijn zoon in Joegoslavië, want die heeft waarschijnlijk een spoor van je zusje. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, ongelukkig. Stond je... Het was 11 uur 's avonds geloof ik en mijn moeder die riep beneden, Tatjana, Gordana is gevonden of zoiets. Ik dacht, ik kreeg de beroerte, kreeg ik. Ik stormde in mijn nachtjeponnetje naar beneden. En mijn moeder die wist volgens mij, die begreep het niet precies wat er aan de hand was, maar er viel naam Gordana. Dus mijn moeder dacht natuurlijk, Gordana is ergens gevonden of daar en daar. Ja. Dus ik heb Henk gebeld en hij heeft mij uitgelegd wat er aan de hand was, dat ik René moest bellen. Dat er misschien contact gelegd zou kunnen worden. Maar dat is zo schokkend geweest voor ons. Ja. En toen is het gelukt. Vrij snel, René, of niet? Om contact... Nou, er heeft nog een periode van 3 weken eroverheen gegaan voordat dus echt het contact tot stand werd gebracht. Zat ze zo ver weg, je zus? Ja, dat weet hij natuurlijk beter. Ze zat René weet ongeveer 60 kilometer bij mij vandaan dan. Maar ja, de communicatie daar is natuurlijk heel beroerd. En ja. Geen autobaan natuurlijk. Geen auto. En, ja. Dus vandaar dat het zo lang geduurd heeft. Ja. Maar, het is daar gelukt. Maar toen is het gelukt. En toen wist je dat het goed met haar was? Ja, nou dat was dus eerst huilen. En het is natuurlijk heel moeilijk. Je gaat toch eerst, je jankt eerst en zij en wij en je vraagt, jeetje, leef je, hoe is het? Ja, je weet dan al dat ze leeft, maar het is, je vraagt het toch. Nou, ik ben deze mensen zo ontzettend dankbaar en de hele groep met René samen, dat was af en toe telefoneren. Ja. Nou ben ik alleen maar niet de ster in schrijven of echt telefoneren. Ik heb het zelf heel druk, dus geen excuus, maar ik zal het altijd nog goed maken met ze. Maar ik ben ontzettend dankbaar. Ja. Op het moment dat ik wist dat mijn zusje leefde en dat ik eerst telefonische contact heb gehad, ja, was ik met mijn moeder samen de gelukkigste. Hoe is het met haar en haar man? Is het goed? Want hij is een Serviër. Ik heb nou weer maanden niks meer van haar gehoord. Dus ik hoop dat het nog steeds goed gaat. Zij probeert mij te bellen. Ik kan haar gewoon niet bellen. Maar zij heeft 2-3 keer nog gebeld daarna en nou weer niet. Dus wij hebben iedere keer weer zoiets. Je moet positief blijven denken. Dat blijkt iedere keer maar weer. Na 2,5 jaar had ik ze teruggevonden, dankzij die jongens. Maar nu denk ik weer, tuurlijk, als ik naar de sterren kijk, denk ik, weer kan zij die nog zien. Ja. Maar je moet niet negatief worden, je moet niet depressief worden, want misschien belt ze op een dag toch maar weer. Maar ik weet, de laatste keer dat ze belde was een paar maanden geleden en ze hadden last van luizen, ze hadden niet veel te eten, ze hadden geen geld om naar de tandarts te gaan. De kinderen, ja, dat is toch allemaal zo. Die kinderen zijn nog klein en die moeten natuurlijk toch verzorgd worden, maar er is geen geld. Ja. En ik heb via een Deense jongen die nou bij VN zit geprobeerd geld te sturen. Dat hebben ze van hem gehad, waardoor ik weer bij hem, als hij terug in Denemarken, geld kan storten. Oh. Verder weet ik niks, kan ik niet veel doen. Ja. Nou, wij hebben ook geprobeerd
kijken of we contact konden krijgen met je zusje. Nou, dat was een vreselijke weg, want we liepen steeds tegen dezelfde mensen op. Ja. We zijn naar Buitenlandse Zaken gegaan, hebben daar gevraagd. En toen is het ons gelukt om... Wat? Toen hebben we haar kunnen bellen. Ja. We hebben haar gesproken. Ja. Het gaat heel goed met haar. Ja. En toen dachten we, nou, we proberen haar naar Nederland te krijgen. Dat leek me leuk voor jullie om haar hier te zien. Want je hebt haar hoe lang niet gezien? 3 jaar. Nou. Ja, nou, precies. En toen hebben we geprobeerd, toen hebben we haar te pakken gekregen. Toen zei ze, ik kom, maar ze moest een visum halen. Ja. Dus ze moest naar de hoofdstad toe om het visum te halen. Dat was zou een busreis van 8 uur zijn of zo, om daar te komen. En met dat ze in de auto stopte naar de ambassade toe, belde haar man ons weer op met de mededeling dat ze nog een oud paspoort had, waardoor ze nooit eruit kon. Dus toen hadden we ontzettend tegenvallen. Maar toen dachten we, nou, we hebben in ieder geval haar aan de lijn. Ja. Straks. Oh. Maar inmiddels was ze naar de ambassade toe. Daar heeft ze heel midden in de nacht, moet ik eigenlijk zeggen, een visum gekregen in dat oude paspoort. Maar ze wisten zeker dat je dan niet via Hongarije weg kon komen, want van het vliegveld kon ze niet vertrekken. Ja. Via Hongarije, want die Hongaarse grens is heel streng. Daar zijn ze heel streng, let eens op of je een nieuw paspoort hebt. Maar misschien via Roemenië. Nou, toen is ze dat gaan proberen, om via Roemenië weg te komen. En daar is ze doorgekomen. Ik heb het gevoel dat mijn hart eruit springt. toen is ze daar doorgekomen, toen kon ze vliegtuig naar Wenen nemen. En het is met vertraging binnengekomen. Hier is ze. Voor het eerst in jaren zijn de zusjes dus weer bij elkaar. En de komende dagen zullen ze elkaar alles vertellen over de afgelopen jaren, zonder dat iemand meeluistert. Voor ons om het moment om af te sluiten. Volgende week zijn we weer. Dank voor aandacht. Volgende week te gast in Telelens, Regilio Tuur. Ja. Ja.